welkom. We gaan er een geweldige vanavond van maken. Gisteravond is het heel goed bevallen. En we gaan er zeker weer tegenaan. En ik zie jullie straks weer. Meulens bouwen, kunnen ze de eigen niet aan de regels houden. Dat doen ze niet, en dat lag het voor de hand. Op een industrieterrein aan de Blaalse kant. Nee, dan wil onze groene energieproducent in één keer niks te maken hebben met een Blaalse wens. Want het was Reuzels wens om ze vlak tegen de Belse grens, zonder ergens op te letten, in een natuurgebied neer te zetten. Dus die Belzen hebben Reuzel al geraaien om die weekend niet te laten draaien. Reuzel trekt zijn eigen niks aan van het bezwaar, die Meulens dan al kant en klaar. Reuzel bepaalt gewoon zijn eigen wetten. Daar moest die kooienpastoor eens op letten. Die Belzen gaan deur tot het Europees Parlement. Voorlopig draait er geen Meulen op. Arendonkse wendt. Zo ben ik dan naar Amsterdam toe. Eens kijken hoe het bij ons Rita is. Misschien is die wel wat enthousiaster. Want ons Jo is wel wat stillekes. Ik heb er eigenlijk niet zo'n zin in. Vind het allemaal verspild een tijd. Is nou krek een jaar geleden, de ons Rita ging het koninkrijk. Zij gaan naar Amsterdam toe, op voor het is weer de trein. Zij gaan naar Amsterdam toe, hoe zou het bij Rita zijn, we zullen het zien. Ze zullen hebben overdreven over de kinderen en appartement. Net als typisch onze Rita, met een veel hoe dan je eigenlijk bent. Had ik niet gedacht, want ik wist helemaal niet waar ligt Bladel. Nou zei ons papa, als dan de koeien mooier worden als de vrouwen, dan ben je te ver, dan sta je in Reuzel. Ja, ja, ik wist het ook niet, hè. Ja. Weten jullie waarom dat ik hier mag zijn? Dat weten jullie lekker niet, hè? Dan komt jullie prins transport, of zoiets. Die kwam deze week bij ons, kwam hier een hondje kopen. Want mijn hond Ajax, hè, dat is een Duitse herder. Je hebt jonge hondjes, stevige jonge puppies, hè? Ja. En transseksueel, of weet je? Die wou ook graag een hondje kopen, hè? Ja. En hij zegt, wel een hele mooie hond, maar wie noemt zijn hond nou Ajax? Je hebt een petje op van PSV. Ik zeg, ja, mijn PSV supporter, dan noem ik mijn hond Ajax. Vind ik het helemaal niet erg als je wegloopt. Nou zeg je, dan kun je toch ook een advertentie in de krant zetten als je wegloopt? Ik zeg, hallo slimpie, heb je, ik kan niet lezen. Hé, maar hij wou heel graag een hondje kopen, hè? Ik denk, ik zal hem een beetje warm maken. Zeg, twee van de zeven puppies vinden jou de allerbeste prins van heel de wereld. Hé, dat ging niet goed, hè?
Hij zegt twee en die andere vijf dan. Ik zeg, nou, er zijn deze week de oogjes van open gegaan. Dus had je een brief gestuurd van dankjewel kerstman voor de bestuurbare auto, maar zullen we de volgende keer batterij bij willen doen? Huh? Een brief terugstuurd. Zeg, kijk maar eens in het nachtkastje van jullie moeder, jongen. Huh? Hij zei, en trouwens schoenen, hè, die nog. Nee, zei hij, die heb ik keus versleten. Maar de doos, zei hij. De doos, die heb ik nog. Ja, ik wil. Hé, te lange lessen zei ik met mijn moeder naar het gemeentehuis gegaan. Komen door al bij de burgerlijke stand waren nog twee mannen voor men. De eerste was een Marokkaan. Hij zei tegen die ambtenaar, ik kom om de zoon aan te geven. Hij zei die ambtenaar, dan moet hij niet hier zijn, maar bij de politie. Toen was de tweede aan de beurt, die gewoon zo heel voorzichtig naar deuren en die kijkt dan zo'n beetje schielijk om zich heen. Toen zei hij tegen die ambtenaar,
ik kom eigenlijk steeds om mijn naam te laten veranderen. Want ik heb nou eindelijk een vrouwke gevonden die wel met mij wil trouwen, maar dan heeft ze gezegd dat ik mijn naam moet laten veranderen. Tjonge, jongen, zei die ambtenaar, ze wil nogal. Hij zei, en weet zij wel wat het tegenwoordig kost, maar liever het een of het ander, zei hij, hoe heet jij dan? Hij zei, ik heet Jan Lul. Godverschrikkelijk, zei die ambtenaar. Ja, maar dat snapt toch iedereen dat je dat moet veranderen. Hij zei, ik zal de formulier vatten en dan zeg maar als je hoe dat je naam wilt genieten. Stefan, zei hij. Stefan, zei hij, dat vind ik zo'n mooie naam. Nou, ik was aan de beurt, hè. En, zei hij, waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik zeg, nou, ik wil trouwen. Dus hij vat zijn agenda. Hij zei, zeg maar hoe laat en wanneer. Ik zeg, zeg jij het maar, want ik ben al kei blij dat je het wilt. We kunnen toch niet maken, lief, zei ons moeder tegen een wildvreemde mees. Ik zeg, mees maakt de wegen niet druk. Wild, daar geef ik 3 weken en vreemd is meer voor u al over. Je kent, zei ze, als jullie je pa niet zo verlegen was geweest, hè, dan waren jij ook al zeker 10 jaar ouder. Ik zeg, nou moeder, onze pa die was niet alleen verschrikkelijk verlegen, maar ook heel erg lui. Hoezo, zei ze. Ik zeg, ik weet nog zo goed dat ooit iemand om mij vroeg, jullie pa, dat is toch zonder lange meeswacht? En dat ik eigenlijk moest zeggen, ik zou het niet weten, want ik heb hem nog nooit zien staan. Nou jongen, ik viel als een blok in slaap, hè. Dromen dat ik deed, dat wilde niet weten. Ik droomde dat ik aan de hemelpoort stond, samen met Petri en Nienke. Hé, 3 van die grieten voor de poort. Nou, daar komt Petrus aan, hè. Die zwaait die poort open, 3 meiden zet hij, alle 3 naar binnen. Maar let op dat je niet op de eentjes trapt. En die Petri lagen, en die trapte mee op een eentje, hè. En die wordt me toch aan een lillijke ventvaart gemaakt. Nou, ik zeg tegen dat Nienke, dat kan mij niet van alle nemen. Dan hadden we wel beneden kunnen blijven, niet? Dat kan er al, zei ze, maar ook nog een week trapt zij op een eentje, hè. En die wordt me toch al een afstotelijke vaart gemaakt. Ik denk, Lies, opletten. Hield de kaai goed vol. 3 weken naar de raam mocht ik zelfs bij Petrus op de thee komen. Ik kom daar binnen, daar zit me toch een prachtige vent op mij te wachten. Ik zeg tegen die spetter, wat heb ik toch gedaan dat ik deze meemaak maken? Wat jij hebt gedaan, zei hij, dat weet ik niet, maar ik heb op een eentje getrapt.